Even wat shield pakken. There you go. Oh my god! Hallo en welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we wel Fortnite spelen, jongens. Vorige keer ging het niet helemaal soepel, omdat mijn game... mijn capture card er geen zin in had op een of andere manier. Maar goed, vandaag zijn we wel in Fortnite. Laten we eens even kijken of we nog een mooi... ander pakje aan kunnen doen of zo. Wat is dit allemaal? Maar weet je wat? We gaan gewoon met haar. I don't care ook. Ik bedoel. Ik vind het gewoon een leuk skin. Zo simpel is het. Oké. Ik kijk nog even in de item shop. Normaal doe ik dit voor de opname. Maar oké. Okay. Oh, er zijn weer... Oeh! Nee, dat is een goed idee. Ja, we zitten natuurlijk bijna op Halloween als deze video online komt. Dus het is tijd voor onze Halloween skin, jongens. Let's go. Boom. We take her. Wacht, ik ga wel deze even opslaan. Zo. Dit setje, en dan hoef ik die niet op te zoeken. There you go. Oké, oké. Ik ben zo terug als ik mijn skin helemaal heb aangepast, jongens. Be right back. Oké, okay, here we go. We got beautiful zombie skinnetje met onze vleugeltjes. En ja, ik vind het heel mooi. Dus laten we een potje ingaan. Let's go, jongens. Here we go. Oké, okay, jongens. Ik heb ook geen idee eigenlijk of er nog updates zijn geweest. Want ik heb al een tijdje niet gespeeld, heel eerlijk. Maar ja. Yeah. I have no clue. We gaan lekker naar de Rave Cave, joh. Ik vind het helemaal mooi. Ik weet ook niet of er Halloween shit in de game zit nu. Ik gok van niet, want ik zag niets. Of het is misschien een game mode, bedenk ik me ineens. Moet ik zo nog even kijken, want anders moeten we die eigenlijk ook even spelen. In deze aflevering, want... Halloween tijd, jongens. Dus ik maak meestal wel toch wel iets van een Halloween-achtige video op mijn kanaal. Niet altijd, maar vaak probeer ik het wel. We hebben onze mooie spiderweb wind umbrella. Ik dacht dat is wel mooi bij onze zombie skin. Er landen hier volgens mij best wel veel mensen. Waarom landen hier zoveel mensen? Dat is de vraag van vandaag. Oké. Ik land gewoon hier. Dan heb ik een wapentje. Oh ja, en we hebben trouwens deze mooie pickaxe. Ik dacht dat is wel heel sick. Maar onze Hulk Smash. Oké. Ik moet weer even wennen, want ik speel heel veel op de Switch. En niet zoveel op mijn PlayStation meer. Dus ik moet weer heel even wennen. Dit is oké. Ik probeer nu bijvoorbeeld heel vaak met driehoekje mijn pickaxe te pakken. Maar dat werkt niet. Nee. Oké. Okay. Maar goed, binnenkort heb ik als het goed is... Wat is dit nou weer? Hallo? Oeh, I like it. Explosive goo. Ik weet dat dat ook in de naam stond, maar oké. Okay. We got some explosive goo. Heel ziek. Sniper. Nee, hoeft niet. Allright, prima. Let's find some people to kill, jongens. Maar als het goed is heb ik binnenkort een PlayStation 5. Dus als dat zo is, dan kan ik wat meer van PlayStation spelen. Want dan gaat mijn PlayStation 4 weer naar beneden. Want ik zit toch wel heel veel beneden nog. Wat ik niet had verwacht. Maar. Ik vind het gewoon ook gezellig of zo. Om beneden te zitten bij mijn ouders. In plaats van elke keer boven. Waarschijnlijk ben ik daarin een van de enigen die dat heeft. Maar. I don't care. Ik vind het gewoon gezellig. Oké, okay, we hebben prima wapentjes, maar we hebben nog niemand gevonden om te killen, jongens. Ik dacht... Weezy here, I'm in studio, so you can rest easy and have
Ik dacht dat er best wel wat mensen landen hier eigenlijk. Ik hoop trouwens niet dat dit allemaal copyright is. Dat zou ik best wel een beetje kut vinden, heel eerlijk. Oké. Okay. Dit blijft echt... Toen deze skin in de shop kwam, was ik zo blij, jongens. Ik heb altijd gevoetbald, dus dat, ik wou sowieso een voetbalskin. Maar... Ja. Toen kwam die zombie. Toen dacht ik, yo. Volgens mij was dit ook de eerste voetbalskin die ik heb gekocht, trouwens. Hoe kom ik beneden? Oh ja, hier. There you go. Kinsies, let's go. Ja, allemaal shit wat ik niet echt wil, maar oké. Waarom beweegt deze kluis? Sinds wanneer bewegen kluizen? Hallo? Nou, ik denk in ieder geval dat we wel genoeg ammo hebben. Als ik zo kijk. Oké. Okay. We hebben ook gewoon nog steeds niks gedaan, jongens. Ik wil even wat gaan doen. Ik wil iemand killen met mijn goo. Klinkt heel raar. Why is that... Oh! Lunchpads zijn er weer! Het is nu een item! Oké, dat is nieuw. Hallo? Dus een lunchpad is nu een... item, oké. Grappig. Waarschijnlijk wist iedereen dit al en ik zit zo van... Oh, wauw, this is amazing. En de helft van jullie zit te schreeuwen in de comments. Ja, maar dit is al een week. Echt zo van, oké, het spijt me, oké, jongens. Dus zijn pleidop staat nog daar. Dus dat zal wel meevallen, denk ik. Of er zit echt iemand te campen in een hoekje of zo. Die zit zo te snijpen op dat ding. Zo van, oké, ik ga die gast, deze pak ga ik snijpen, joh. Oh ja, dit is ook een hele fijne plek, trouwens. Oké, daar weer. Ja, die hoef ik niet. Oké. Nice. Trash loot. Sinds wanneer is hier trouwens een schip? Hallo? Ik speel deze game echt te weinig. Allemaal shit die waarschijnlijk voor de helft van de mensen niet meer nieuw zijn. Is van, what the fuck? Het is de flareship. Hallo, gozer. I can hire you. Well, let's hire you. Er is hier ook van mij nog niemand geweest. Nee. Ha. Huh. This is my throne now. Oh, shield. Nee, die zat er al in, volgens mij. Volgens mij hoorde ik iemand. Of ik zie ze vliegen hoor, dat kan ook. Gebeurt ook vaak zat. Oh, daar is iemand. Hij gaat naar die lama. Oké, we moeten even naar boven, want dan kan ik even naar hem toe vliegen. Even reloaden. Wait.
Waar zit hij? Oh, daar. There we go. Bye bye. Ik weet nou niet of die... What? Nee, maar altijd, hè. Altijd. Dit heb ik nou altijd. Met als er snipers in de game zitten. Kut. Ik heb geen reet gedaan in deze video. In deze... dit potje. Ik wil even kijken of er een Halloween game mode of zo in de game zit, trouwens. Dus ik wil even checken. Oké. Het kan zijn dat ze nu die Halloween shit misschien apart hebben staan of zo. Nee, geen Halloween. Oké. Ze hebben geen Halloween shit. Very sad, jongens. Very sad. Oké, ik wil nog één potje proberen. En dan gaan we de video afsluiten. Dus ik hoop dat het potje iets beter gaat. En dat we niet één persoon killen en daarna gelijk doodgaan. Ik sta er nog steeds van versteld hoeveel ze het kunnen aanpassen als je lijkt 2 weken niet speelt. Dat is echt insane. Gewoon nieuwe wapens. Ineens is er een fucking ship. Is er weer terug. En de launchpad is terug. En dat is weer terug. Is van... What the fuck? Hallo? Oké, jongens. Ik wil naar Greasy Grove. Want daar ben ik... ga je niet zo fuck meer heen? Dus het lijkt me leuk om daar eens heen te gaan. En hopelijk gaan we niet in één keer dood. Want dat zou een beetje kut zijn. Zeker waar. En ik wil... Ik heb ook nog niet echt kunnen merken... Like, doet die Google nou iets? Want hij ontplofte volgens mij echt naast die gast. Alleen ik had niet echt het gevoel dat het damage op hem deed, maar... Het kan zijn dat ik hem niet helemaal lekker had geaimd, hoor. Dat zou kunnen, maar... I'm curious now. Oké, er landt in ieder geval iemand. Zo te zien. Dus dat is goed om rekening mee te houden dat ik niet alleen ben. Ik ga op deze paddenstoel landen, want ik zie hier een mooi kistje. Paddenstoel. En ik krijg een hele mooie... Oh! Bye bye. Oh, nog één. Nee, kom op, gast! Oh my god. Ik wou al zeggen, sterf even of zo. Oké, dat is wel een nice wapentje. Wat is het voor wapen? Oh, dat is een Cobra DMR. Dus het is een soort DMR, maar dan net iets anders of zo. I don't know. It's a nice weapon. We got 2 kills, jongens. Dat is al beter. Ik vind die rapid fire SMG's vind ik altijd wel fijner dan de silence, persoonlijk. Oké, Kinsey. Oeh. Give me that. Alright. Ik hoor mensen. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Oké. Bot be like. Oh, nice. Oké, there you go. We hebben een paar kills. Dit gaat al beter dan vorig potje. I like it. Even wat shield pakken. There you go. Oh my god! There we go. Bye! Ik schrok echt veel te hard van dat... want zo eng was het nou ook weer niet, Christa.
Het is niet alsof er like, zombies uit gebouwen springen zoals met heel veel Halloween is gebeurd in Fortnite. Ik weet niet hoeveel van de mensen die mijn video's kijken dat weten, maar een tijdje, volgens mij heb ik er een keer een video over gemaakt, maar er was een keer op Halloween, of rond Halloween, dat je dat er echt zombies uit fucking hoe heet het, echt uit auto's konden springen. Nou, dat was zo kut. Gewoon horror. Het was gewoon Fortnite, maar dan een horror game. Het sloeg nergens op. Nou, volgens mij was dat dan wel hoeveel mensen we hier konden killen. De ghoul! Ik wil gewoon weten wat ik kan met deze goo shit. Dus, we gaan eens even op pad, jongens. We hebben al 5 kills, dus dat is not bad. Het waren wel veel bots, maar daar gaan we het niet over hebben. Kills zijn kills. Hier, een blauw kistje. Don't mind if I do. Oeh. Hammer Assault. Ja, dat vind ik ook wel lekker. Maar ik vind die chrome assault rifles vind ik ook wel heel goed, hoor. Ik denk dat we daar wel even mee gaan spelen vandaag. Oké, okay, we hebben 1 sleutel. Dus we kunnen wat openen. Dus dat is nice en nice. Oh, ik zie nu pas dat je ook kan zien wanneer die geüpgrade wordt, joh. Dat zie ik ook nu pas. Ja. We gaan hierheen, want ik weet dat hier veel kistjes staan. Dus dat vind ik verstandiger dan met een sleutel 1 dingetje openen. Kijk, en dan krijgen we gewoon een sleutel voor terug, joh. Sick. Mijn sensitivity voelt echt heel erg raar of zo. Ik weet niet waarom. We hebben dit niet nodig. Oké. Okay. Lekker, lekker hoor. Can I steal your loot? Yes, I can. Do I want your loot? Yes, I want. At least this one. Okay. Where are all the people? Any people in Tilted? Meh. Misschien deze. Nee. Ik heb niet mijn sleutel verbruikt. Kut. Nou, boeien. We hebben er alweer één terug. Sleutel. Ik weet nog de eerste video van dit seizoen dat ik echt zat van what the fuck moet je met sleutels. Maar ik vind het wel cool, een cool systeem. Want ik weet nog dat die had toen die kluizen. Die waren toen ingevoegd. En het probleem was dat als je in een solo potje, dan kon je hem ze niet openen. Want het waren 2 persoons kluizen die je met 2 personen moest openen. Dus je kon als solo guy kon je helemaal niet die kluizen openen. Dus dat is heel dom. Maar op deze manier hebben ze het wel een beetje opgelost of zo. Ik zit ineens te denken. Stel je voor je zou in Fortnite like, in die kisten kunnen zitten die of in die auto's kunnen zitten die dus dicht zijn. Stel je voor. Oké, okay, dit is misschien mijn niet mijn slimste plan, maar oké. Okay. Gaat hij nou echt wegrijden? Oh, is daar. Kut! Dat was niet de bedoeling. Uh-oh.
I'm confused. Oké, okay, nou ja. Als het goed is kan je binnen via hier. Heel mooi. Bam. Eens even kijken of we wat mensen kunnen vinden vanaf hierboven. Ik hoor daar verder op schoten. Oh, daar, kijk. Oké. Nice. Mijn fucking audio is weer aan het kraken. I hate it. Oké. Oké, ik neem deze wel mee in plaats van die ghoul, want tot nu toe heb ik die goo echt niet gebruikt. Of in ieder geval, ik heb het al gebruikt, maar niet echt nuttig gebruikt. Oké. Where are people? Elke keer als ik denk, oké, ik heb iemand gevonden, dan kill ik iemand en dan is het weer rustig. Dus wanneer zitten de rifts in de game? Ik dacht dat die daar ook niet meer in zaten. Ah. Oh. Hey. Oeh. Dit is zo'n goed wapen, echt. Niet normaal. Heerlijk wapentje. Oké. Dit is in ieder geval geen bot. There we go. Hey, goud. Don't mind if I do. And don't mind if I do. Dan heb je zulke goede wapens en dan... Ik denk dat ik dat eerste potje er niet eens in hoef te houden, joh. Dit potje is al goed zat. Nou ja, misschien hou ik er wel een stukje van in, hoor. Nou ja. Ja, de ding is, ik zeg dit nu wel, maar jullie zien het allemaal al. Jullie hebben dan natuurlijk al gezien hoe ik het heb opgelost. Oh, mijn hand begint te slapen. We hebben 8 kills, jongens. Lekker, man. Oh, ik zie daar iemand. Where is he going? Oh, no. Kut. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Was wel een lekker potje. Nou, jongens. Dit was een heel mooi... Hele mooie video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!